over een kleine 20 minuten wordt bekendgemaakt of Liemde de aftrap mag doen van de top 2000 van Radio 2. Dus ik denk dat het wel gaat lukken, want andere gemeentes zijn Guttekoven en Deurne. Dus het moet geen probleem zijn. Ilse de Lange is er ook? Ja, natuurlijk. Hi. Lang, heel lang. En wat gaat het worden? Ja. Ja, wij gaan winnen natuurlijk. Ja? Jazeker. En dan? En dan met een groot feest. Ga je nog een stukje zingen? En volgende week ook. Ga je nog een stukje zingen? Nee. Zij wel. Ga jij zingen? Nee. Jawel. Nee. Jawel, toen nou. Nee. Ik zing mee. Nee. Ja, ik ga zingen. Een Sinterklaas liedje dan? Nee. Ja, doe maar. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank je Sinterklaasje. Joyce. Hey Joyce. Hey Joyce. Waar ben je niet hier? Ze zit in Colombia. Colombia? Ja. Dat meen je niet. Liefje, hoe is het? Ik zit in de kroeg, moet ik zeggen. Nee, ik zit niet in de kroeg. Ik ben gewoon op de borrel van het bedrijf. Dus, Oké. In de kroeg zit hij. Wat is hier te doen? Nou, dadelijk wordt bekendgemaakt of de top 2000 stemweek hier geopend wordt. Oh. En ik ben een beetje de aanstichter van het zooitje. Waar ben je? De aanstichter van het zooitje. Oh, was jij op de radio? Ja. Ik heb er wel leuke dingen gelezen over jou bij de reactie. Serieus, ja. Wat heb je gezegd? Nou, mijn pitch ging als volgt. Ik heb een hoop top 2000 titels gebruikt. Met Liemde is Brabant, Liemde is Simply the Best, Liemde is, en ga zo maar door. 30 seconden lang, hababababab, alles eruit gegooid. We hebben het aan jou te danken als we winnen. Ja. En hoe heet je? Yvonne. Yvonne, hoe nog meer? Van den Bos. Yvonne van den Bos, mensen. Yes. Applaus thuis. Hoor je het? Ja. Wat wordt het? Wat wordt het? Nou ja. Ik heb op internet gezien dat Liem nog steeds bovenaan staat. Ja. Als heel Liem nog even gaat stemmen. Ik hoop niet dat ze die van mij geteld hebben. Vraag, zeg maar dat ze moeten stemmen. Nou, ik zou zeggen, al wat nog kijkt, ja, hebben we nou niks aan. Nee. Ik heb het in de gaten. Goed zo. We zitten niet live. Nee. Hoe lang is het nog? Hoe lang nog? Ik weet niet hoe laat het is. Het is 5:05. Nog 25 minuten, dan zou het hier... duidelijk moeten zijn. En wat gebeurt er als we winnen? Drinken we er nog eentje. Hè? Hallo. Hoi. Hoi. En waarom zijn jullie hier? Nou, heel benieuwd naar de uitslag. Oké. That's it. Ik denk 2-0. Ik denk toch wel. Ik denk wel meer. Hiernaast is een borrel. Een borrel aan de gang. Die mensen weten van niks. Ja, maar wij zijn er eigenlijk voor de top 2000. Ja. Ik woon eigenlijk in Lendenheuvel, dus ik heb eigenlijk, ja, we zijn wel een grote werkgever in Liem, maar daar kan ik eigenlijk niks over horen. Bedankt. Hi. Hoi. Gezellig hier? Ja, het is heel gezellig. Spannend, hè? Ja. Wat ga je doen als we winnen? Dan ben ik er volgende week bij. Ja? Ja. En wat gaat er gebeuren dan volgende week? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik ook niet. Het wordt hier geopend of zo, maar... Volgens mij stelt er niet heel veel voor op wel. Nee, we zitten alleen voor de gezelligheid hier. Ja, en Liem op de kaart. Ja. Ja, daar is het denk ik. Ja. Daar doen we het voor denk ik, of niet? Jij komt ook uit Liemde? Ja. Ja, dat is mooi. Ja, daarom zijn we er hè. Ja. Dat is spannend. We gaan op zoek naar Yvonne, want die schijnt aan de telefoon te hangen met Radio 2. Hallo? Ik ben op zoek naar Yvonne. Die is net een vraag. Ja, maar die is aan het telefoneren met Radio 2. Maar ik kan hier niks horen. Maar mogen we dan niet even meelopen? Nou, kom maar. Ja, gewoon mee, Radio 2. Radio 2?
Dirk schreeuwt ze uit van vreugde of ze valt huilend op de grond. Sst. Ze hangt nog steeds. Het is nog een minuutje of vier. Kijk. Ze lacht nog. Zo is het wel genoeg, hè? Nee. We hebben hem. Dan lopen we wel mee. We hebben hem nou niet. Zou ze het verkeerd te verstaan hebben? Ja. Nou, ik sta momenteel even in een keukentje waar het iets rustiger is. Maar ik sta in de kroeg waar we met z'n allen met beeld en geluid, ja, naar Wouter zitten te kijken. Oké, en ga eens de kroeg in dan, want dan ben ik helder misschien de goede stemming daar nu is. Oh, dan komt de herrie aan, hoor. Ja, dat is goed. Dat kan ik hebben. Kom maar door. Ja. Kom. Ja, oh, wat goed. Linde! Linde het is! We hebben gewonnen! Ja, natuurlijk. En terecht, hè? Ja? Ja, helemaal. Komt dient spontaan dorp. Iedereen wil er aan meehelpen zo. Maar ook op een klein dorp werken veel mensen buiten Liemt. Dus al onze collega's ook. Dus ook mijn collega's speciaal bedanken voor stemmen. Dus het was een mooi feestje volgende week. Wat gaat er gebeuren volgende week? Ja, wat hier gewoon gezellig hier. Maar komen kijken volgende week. Dan komen ze hier naartoe? Ik weet niet. Ik heb begrepen, komen ze volgende week hier of voor de officiële opening. Vanaf kwart voor negen kun je officieel gaan stemmen. Dus ze zijn allemaal weer hier op gaan stemmen. Oké. Okay. Dankjewel. En neem er een op. Reactie. Reactie, alweer? Ja, maar kijk eens hier. Ik heb het beloofd, hè. We hebben gewonnen. Je doet, hè. Rum, hè. Geen bekaardie, dat mag niet zeggen. Maar volgende week zijn we erbij. Vrijdagochtend, hè. Ja, en dat doe ik nog een keer over. Kom ik nog een keer, moet je iets uitbundiger zijn, hè. Nog iets uitbundiger. Ja. Gaan we zeker doen, Eerste reactie. Ja, helemaal super natuurlijk. Helemaal gezellig. Ik denk dat volgende week hartstikke druk gaat worden hier voor bij... Nog een keer. We moeten even met z'n tweeën doen. Eerste reactie. Ja, yes. We hebben hem. Ja, het was een beetje laat, hè, maar we hebben hem in ieder geval gewonnen. Hè. Ik hoop met heel veel stemmen meer als de rest. Ik denk het wel met zo'n mooie gemeenschap als Liemde. Ja. Volgende week vrijdagochtend zijn ze hier. Hè. We zijn boven Guttekoven geëindigd. Nou, dat is wel een hele prestatie. Toch? Een eerste reactie. Sorry, ik ben even bezig. Ja, ik ook. Heel mooi. Ja? Zeker, ja. Ai. Ja, sorry, maar ik ben ook bezig met iets online zetten. Ja, maar... ik ben niet uit Liemde. Oh, oké. Okay. Sorry. Even snel iets anders. En, wat vind je ervan? Ja, mooi natuurlijk. Toch? Zeker. Er wordt een feestje volgende week. Denk ik wel. Wat gaan jullie doen hier? Ja, nou al feestvieren. Ja, maar volgende week komt er toch een soort top 2000 café. Ja. Ja, heb ik gehoord. Ja, dat zal wel. Eén feest zal het wel worden. Volgende week is hier top 2000 café. Ja, zeker. Oké. Dat moet u zeggen. Wat moet ik zeggen? Volgende week mensen hier. Ja, dat moet hij zeggen. Hij is de baas. Oké. Okay. Hé, hey Gerard, we hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Hey, dat wordt een feest, hè, hoor. Een feest. Vrijdag, geloof ik, hè. Ja. Dan mogen ze wel. Hebben jullie het dan al uitgezonden? Ja, dan is het al uitgezonden. Maar even aan uw vrouw aan het sms'en dat we gewonnen hebben. Nou, ik ben alle niet-Liemse mensen even aan het bedanken op Facebook dat ze ook voor Liemte hebben gestemd. Nou, je mag ze in de camera bedanken. Nou, allemaal hartstikke bedankt, want het is top. Volgende week vrijdag staan we weer op de kaart. Top 2000. Wat? Top 2000. Ja, dat is leuk, hè, dat die... Ja. Led Zeppelin. Wat zei je? Led Zeppelin. Deep Purple. Ja, ken ik niet. De Beatles. Ja, die ken ik wel. Aha. Ik vind het heel leuk dat het hier is. Bohemian Rhapsody. Ja, die staat heel vaak op 1, toch? Heel goed, jongen. Ja, ik ken het een beetje. En wat is jouw favoriete liedje? Ja,
Martin Garrix, maar die staat er niet in. Nee, ik vind het gek. Is toch geen muziekman, Martin Garrix? Dat is helemaal... Eerste reactie, hallo. Wat zeg je? Een eerste reactie graag. Fantastisch, maar ik had niet anders verwacht. Nou, daar staan we dan. Ja, super blij. Gerard komt naar Lint. Toch? Superleuk. Weet je wat er gaat gebeuren dan? Ja, de stemweek die wordt hier geopend. Dus iedereen die wil komen stemmen, die kan alvast nagaan denken over zijn top 2000 stemlijst. En wat is hier? Wordt hier geopend? Is dat hier? Ja, daar zullen we van de week maar even gaan regelen. Ja, dat zou mooi zijn. Dat is in Liemt zo geregeld. Ja. Daar ben ik niet bang voor. Maar je bent wel trots natuurlijk. Ja, dat is toch keileuk. Jij terecht. Ja, sowieso. Heel goed gedaan. Ja. Namens heel het Liemtse volk. Zeg dat goed? Jullie ook allemaal bedankt en komen stemmen vrijdag.